Yo Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Immortals Fenyx Rising video. Voor deze video's ben ik gesponsord door Ubisoft, omdat deze game gewoon heel goed bij mijn kanaal past. Althans, dat vind ik zelf. Als je dat ook vindt, doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan gaan we vliegen! Woehoe! Ja, dat is precies mijn reactie, Fenyx. Super cool. Kijk dit land. Super mooi groen en roze landje. Ja, kijk, dit ziet er wel echt leuk uit hoor. De vorige afleveringen die waren een beetje in een bruinachtig rotsgebied. Maar hey, dit is wel behoorlijk kleurrijk hoor jongens. En we moeten nu naar de tempel van de goden. En dat is de tempel die je daar zo in de verte volgens mij ziet. Daar boven op die berg. Oeh, we kunnen misschien deze mooie hertjes wel temmen. Hallo. Rustig aan. Rustig aan. We kunnen toch gewoon vriendjes worden? Of niet? Toch? Ja! We hebben hier een rijdier getemd. En dit is de anemoon. Wat een prachtig beest. Wow. Kijk dan. We kunnen gewoon op een hert rijden. Hoe episch is dit? Let's go, let's go, let's go. Naar de tempel. Hey. Ik ben trouwens wel benieuwd, jongens. Laat even een reactie achter als je denkt dat je deze game misschien wel in huis gaat halen. Is het een gamepje die je tof vindt? Ik denk zelf, als je The Legend of Zelda Breath of the Wild vet vond en als je dat hebt gekeken op dit kanaal, dan ga je deze game ook echt heel leuk vinden. En kijk ons, we zijn al aangekomen. We zijn aangekomen bij het paleis. En alles is een beetje kapot aan het gaan, zo te zien. Yo man, what up? We zijn er. Kijk eens hoe mooi dit allemaal is hier dan. De aanblik van de grote zaal. Benam, Fenyx de Adem. Het was hier zo mooi. Ja, dit is mooi hè. Dit is een mooi zaaltje wel hoor. Kijk eens. Kijk eens, maar het is wel een beetje vergane glorie eigenlijk. Het ziet er niet zo heel goed meer uit. Oh, Hermes denkt ook van, ja, dit man kan er wel wat mooier uitzien. Zijn we hier veilig? Oh, Hermes kan deze plek niet, of nee, Typhon kan deze plek niet zien. Nice. Nou, dat is een goede vraag van Fenyx. Hij vraagt, ja, waar zijn alle goden dan? Want die zijn hier helemaal niet. Goed punt. Ja. Oké, okay, Hermes gaat het even uitleggen. Oké. Hermes recounted the tale of Typhon. Ja. Destroyer of gods. Mhm. Wat heeft Typhon allemaal gedaan dan? Born of Gaia. Hij was geboren uit Gaia, een vreselijk vreedbeest. Oeh. Ja, dit is echt een probleem hoor. Deze gast is echt een probleem. Maar Zeus heeft hem wel genakt. Kijk, hoppa. En hij is onder de berg gevangen gezet. Nice, Zeus. Duizenden jaren lang zat Typhon vast. Oh, en toen ging het fout. Ja. Ja. Oeh, precies. Precies door zijn ketenen heen. Oké dan. Ja, hij is terug. Hij is terug. Hij heeft alle goden aangepakt, hè? Ja. Oh, dit zijn dus de Tartaros. De mensen uit de onderwereld. De wezens uit de onderwereld. Die heeft hij allemaal bevrijd. En ja, en Medusa. Die heeft dus alle mensen versteend. Hé! Hey. Dat zijn de Olympians. Kijk, kijk, kijk. Ze gingen hem aanvallen. Oh, maar ja, oké. Okay. Typhon was iets te sterk geworden. Oh. Kijk, deze zijn veranderd in... in een haan. The gods called on the heroes of old.
the last warriors who had more than a dit zijn de laatste warriors. Remaining in their veins. Maar oh, zijn die ook gecorrupt? Oh ja. The gods had failed, and so had the de laatste helden die zijn nu in de macht van Typhon. Ja. Alleen wij zijn er nog. Wij gaan ze allemaal helpen. A lot of fighting and losing. And now you are our only remaining hope to restore. Ja, wij zijn de enigen die nog over zijn, jongens. And save the world from chaos. All we have, Phoenix, is you. No pressure. Ja, bedankt Hermes dat je het nog eventjes invrijft. Is that one with the spiky hair you or Typhon? Oké, het is nog een grappenmaker ook. Forget it. The vanquished gods need to be reunited with their severed essences. We moeten de verslagen goden herenigen met hun afgehakte essenties. Dan moeten we samen Typhon verslaan. Nou, dat is nog een lange weg die we te gaan hebben, jongens. I wish my brother was here. Phoenix die mist zijn broer nog steeds. I'm the guy who escorted Pandora to Earth for Zeus's sake. But maybe, just maybe, you're the right hero at the right time. Oké. Hermes denkt van, nou misschien ben jij het wel. Maar ja, je bent ook de enige die nog over is. Bedankt voor je hulp, vriend Hermes. Dankjewel. Ik weet nog niet zo goed wat ik van hem moet vinden eigenlijk. Your best starting point is to reach the top of the other statues on the Golden Isle. So missing gods. Okay. Find them and they should be able to help you. We moeten dus naar deze beelden allemaal toe. Although they haven't been themselves, so I'm really not sure. En daar zouden dan de goden moeten zitten, daar in de buurt, tenminste vanaf daar kunnen we ze vinden. Maar die goden zijn niet helemaal hunzelf meer. Ga jij maar wel lekker met je poppen spelen. En dit is de toren waar je alles kan gaan upgraden. Je kan hier nieuwe skills leren. Je kan hier je uithoudingsvermogen verbeteren. Je kan hier zo nieuwe potions maken. Je wapens sterker maken. Meer leven krijgen. Dit is bijvoorbeeld de plek waar we de wapens kunnen upgraden. En dat doe je dus door die kristallen te gebruiken. Dus even kijken of we al iets kunnen doen. Deze kan nog niet. Deze kan ook nog niet. Helaas, we hebben nog wat rode nodig. We kunnen wel al meer pijlen bij ons dragen. Of meer potions meenemen. Nou, laten we meer potions meenemen. Hoppakeetje. Ja, lekker bezig, vriend. Heel goed gedaan. De elixir buidelcapaciteit is omhoog. En bij deze Kilix van Athena, daar kunnen we dus meer health krijgen. En daarvoor heb je 6 van die Ambrosia stukken nodig. Maar ja, helaas, wij hebben er nog maar 3. En hier kunnen we potions maken. Ja, dit ziet eruit als een mooie, ja, keteltje. Keteltje van Kurky. Kijk, deze kunnen we maken. Kunnen we hier al wat van maken? Ja, hier kunnen we ook eentje van maken. Van die gele kunnen we nog niks maken. En die blauwe, ja, daar kunnen we er ook een paar van maken. Nou, lekker man. Lekker roeren in je keteltje, vriend. Ruikt het goed? Oh, het stinkt. Maar het voelt goed. En wat kunnen we hier doen? Kijk, hier krijg je dus kristallen en munten voor. Deze kunnen we gewoon allemaal accepteren. En als we dan dit gedaan hebben, dan krijgen we vanzelf een melding dat we hier naartoe terug moeten gaan. Oh, kijk, dit is de kapper, jongens. Kijk, hier kunnen we ander uiterlijk nemen. We kunnen ook even... Ja, kijk, oh, dit ziet er best wel evil uit. Oh, gaan we evil? Dan moeten we ook een litteken op ons hoofd. Wat een lelijke snor. Oké, laten we dat maar niet doen. Wil er nog wel een klein beetje normaal uitzien. Oh! Prachtig. Ja, ja, dit ziet er goed uit. Maak nog even een selfie of zo. Ik weet niet of je telefoon bij je hebt. Nee? Oké. En dit is het leukste ding, jongens. Want hier kunnen we nieuwe aanvallen en zo leren. Want tijdens het voltooien van missies krijg je munten. En die munten kan je dus hier inzetten. Ik heb er nu 8. En die kan je voor van alles en nog wat gebruiken. Bijvoorbeeld sneller zweven in de lucht. Let's go, die wil ik hebben. Sneller klimmen, dat is ook altijd fijn. Bam, die wil ik ook. En dat is wel even genoeg. Hoppakee, gooi je muntjes hier maar in. Hoppa. En een klein beetje slurpen. Oh, we hoeven niet eens te slurpen. Nee, nee, het gaat net als de bliksemstralen van Pikachu. Gaat het ook gewoon in ons lichaam. Hoppa.
Lekker bezig. En dan het laatste ding in deze toren. Dat is de krachtbank, jongens. Okay, hier kunnen we trainen. Een lekker beetje sporten met gouden dumbbells en zo. Dit is de trainingsbank van Zeus. Ah, er komt net één bliksemschichtje tekort, jongens. Maar daar kunnen we dus ons uithoudingsvermogen vergroten. Dit wordt echt super interessant, want in deze toren kunnen we onwijs veel upgraden. In de volgende aflevering gaan we weer verder met het avontuur. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Mazzel!